Hey, Walibier hier. Vandaag zijn we in de Efteling. We zijn binnengekomen aan de kant van het theater. En we zijn hier dit jaar al wel geweest in januari, maar niet meer sinds de corona. Goed om te zien dat er overal mooie rood-witte strepen staan op de grond, zodat je weet waar je moet staan. En we moeten een paar dingetjes uitproberen natuurlijk, want we zijn dus ook nog niet in Maxim Moritz geweest. De supermarkt moet even bekeken worden. En ze hebben een nieuwe, vernieuwde zweefmolen. Die moet ook even bekeken worden. En natuurlijk afscheid nemen van de Polka Marina. Mooie kuchschermen. Een tijdje geleden. Hangtime! Goedemorgen! Ja, lekker! Nou, dat was weer een prima vervanging van koffie. Heerlijk wakker geworden met een afdalingetje van de baron. Nu op naar het houten gerammel en de jongens en de draak kijken. Je hoeft er met gewicht bij wel winnen hoor, maar blauw is ook het algemeen wel sneller hier. Oh, dit is lachbaar. Ik moest wel een beetje de erg zijn. Van een tent. Ja, dat was even lekker rammelen in water. Helaas verloren van vuur. Nu kunnen we wat snelheid goed maken. In de vogelrok. Die wel winters is aangekleed. Valt me tegen hoeveel winterse aankleding er is dit jaar. Thank you.
hoop dingen gerepareerd. Konden weer mooi door de mond van de slang heen vliegen. Dan gaan we eventjes onze oren verpesten. Het Carnaval Festival. Dag Sinterklaasje, dag, dag. Ja, lekker in de clownstemming. Helemaal aan het begin hebben ze een extra Sinterklaas geplaatst. Altijd leuk om te zien dat ze toch nog dingen toevoegen in zo'n oude attractie. En nu gaan we voor. Het Spiegeldoolhof. Als we eruit gaan, we kunnen vinden. Vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt
Ik snap dat een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden. Dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Van mooie ritjes in de Droomvlucht en La Via Volta. Het vervloekte huis. Ja, dat was wel leuk. Tijdelijk een nieuw circuit. Ja, goed gereden. Dan gaan we even het winterwonderland bekijken wat in plaats is gekomen van de ijsbaan. Schaats ik hier toch eigenlijk niet, dus het zal vast een verbetering zijn. Is weer prachtig geworden. Maar vanwege het korte dagje gaan we hem vandaag niet doen. Op naar een ander deel van het park. En nu gaan we voor een paleis vol magie. Lekker een ritje in Symbolica maken. Even binnen een beetje opwarmen. Betrapt! Halt! You cannot go any further! Kijk maar eens goed naar uzelf!
Daar zit u dan met uw goede fatsoen. Psst, wat is er aan de hand? Trubbels? Pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia! Illumina Fantasia! Tour in de fantasievaarder. Nu een van de hoofdpunten van vandaag. We gaan Max en Moritz proberen. Oh, daar zijn ze! We gaan beginnen met Max. Familieachtbaan. Ja, is echt leuk. Nou, voor een stomme familieachtbaan viel dat niet tegen. Maar familieachtbaan is die lekker pittig. Leuk dat tweede versnelde rondje. En ook zeker heel goed gedecoreerd. Maar ik had ook niet anders verwacht van de Efteling. Dan gaan we nog een kijkje nemen bij Fata Morgana. Want daar zijn we ook alweer 2 jaar of zo niet meer in geweest. Deutsche Bank, sie, die Frau, 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 die
Nou, was toch weer eventjes leuk de Arabische wereld van Fata Morgana. Zeker een tijd geleden dat we die gedaan hadden. Moeten ze eigenlijk wat vaker meepakken. Even een stukje relaxen tijdens een dagje Efteling. En nou de eerste waterattractie van vandaag. Een soort van. De Vliegende Hollander. Even genieten van de winter Efteling in het donker. Nou. Uiteraard moeten we vandaag eventjes afscheid nemen van deze prachtige oude Polka Marina. Laatste weekje dat hij er staat. Dus de hele tijd dat deze online staat, kun je hem niet meer doen. Pas op fancy zo'n bootje willen kopen. Ja, het is getuigd dat we ook nog hebben hoor. Maar dit is net wel zijn. Weet ik niet. Het zou weer een mooi eerbetoon zijn om die te laten staan inderdaad, van in het midden van het plein. Onze kinderen met een beperking? Ja. Hoe dan? Nou, rolstoelvriendelijke glijbanen, dingen voor blinde kinderen. Bij een rolstoel zet, zeg maar. Joehoe. Volgens mij wel, ja. Dan wil ik ook een keer een rolstoel. Thank you.
hem de dag afsluiten met een lekkere duik in de Baron. Even goed naar beneden gaan. Daar gaan we weer. Ja, dat wel. Dat was wel weer een goede afdaling. Ja, dan is al een lekker dagje winter Efteling. We hebben gelijk de laatste van het jaar, want het is ook alweer bijna december natuurlijk. Maar weer heerlijk van genoten. Dan goed begonnen en afgesloten in de Baron. Heerlijk dagje. Alleen de Python hebben we overgeslagen, maar dat moet kunnen voor een keertje. Vond u het leuk? Abonneer dan, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel snel weer in het volgende park.